Je kijkt naar de podcast die gaat over de omtrek. Wat is nou eigenlijk de omtrek? En hoe kan ik die berekenen? Wat is het verschil tussen de omtrek en de oppervlakte? Als het goed is, weet je dat als je deze podcast bekeken hebt. Veel succes! De omtrek van de figuur is de totale lengte van de buitenzijde. Simpel gezegd is het eigenlijk de afstand die je aflegt als je over de rand rondom het figuur loopt. Als je hier naar boven kijkt naar de rechthoek, kun je er helemaal omheen lopen. Dat is de omtrek. Je berekent de omtrek van deze rechthoek door de lengte van de zijden AB, BC, CD en DA bij elkaar op te tellen. Simpel gezegd 10 cm plus 7 cm plus 10 cm plus 7 cm is samen 34 cm. De omtrek van deze driehoek kun je ook uitrekenen door gewoon de zijden AB plus BC plus CA op te tellen. Omtrek is dus 10 plus 9 plus 9 is 28 cm. Je kunt ook de omtrek van deze pijl uitrekenen door alle lengte van de zijden bij elkaar op te tellen. Reken maar eens uit. Als je alle zijden bij elkaar optelt, kom je op een omtrek van 30 cm. De pijl heeft dus een omtrek van 30 cm. Nog even in het kort. De omtrek is de totale lengte van de buitenzijde. Berekent de omtrek door de buitenzijden bij elkaar op te tellen. Bij moeilijkere vlakke figuren kun je een touwtje gebruiken. De omtrek is bijvoorbeeld belangrijk als je een hek om je tuin wil plaatsen. Ik hoop dat je nu weet wat de omtrek is.